Rotterdam is volgens de AD Misdaadmeter weer de onveiligste gemeente van Nederland. Deze dubieuze eerste plaats werd heroverd op Eindhoven, dat naar de zesde plaats is gezakt. Het is de vijfde keer in tien jaar tijd dat Rotterdam de lijst aanvoert. De voorzitter van de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven, Carlos Consalves, heeft geen vriendjespolitiek bedreven, die conclusie trekt het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Consalves had zelf om een onderzoek gevraagd nadat het AD hem van belangenverstrengeling had beschuldigd. Een informatieavond over een plan voor strandhuisjes bij Rokanje heeft gisteravond een paar honderd tegenstanders op de been gebracht. Kritische inwoners grepen de bijeenkomst aan om hun bezwaren duidelijk te maken aan het gemeentebestuur. Ze vinden het plan te massaal en zijn bang voor overlast. De dag begint droog met ook wat zon. Maar in de loop van de middag en vanavond gaan er in de hele regio stevige buien vallen. Kans op onweer erbij. Temperaturen vanmiddag zo'n 18 tot 20 graden.